Hallo. Vraag 1. Nou, als je nieuwsgierig bent, is het het allerleukste vak, want je mag overal vooraan staan. Je mag bij de minister-president vooraan staan. Je mag vooraan staan als er een nieuwe koning komt of als er een kat uit een boom valt. Je mag altijd vooraan staan en je mag vragen stellen die een ander niet kan stellen. 2. Heel veel kennis, maar ook heel veel leuke momenten. Ik hou van een grap tussendoor en ik mag graag studenten ook een beetje stangen, zodat ze tegen mij soms een beetje boos worden. Maar ik wil graag tegengas, want dat helpt alleen maar. Het moet af en toe ook eens even lekker schuren. 3. Je leert iets van de wereld. Je leert om je heen te kijken. Je snapt dat de wereld niet bij jou is begonnen. Je ziet. Kijkt om je heen, je kan een ander wat vertellen van hoe de wereld in elkaar zit. En hopelijk kun je ook nog een slimme keuze maken in het stemhokje. 4. Ik ben zelf werkzaam in de journalistiek, al 30 jaar, dus ik combineer beide dingen. Wat ik in een les vertel, dat komt eigenlijk rechtstreeks uit de praktijk. 1, 2, 3, 4, 5. Zoals jullie weten heb ik een bril waarvan ik de kleurtjes kan verwisselen. Dus vandaag is het wit en morgen is het misschien wel oranje. Dus geen dag is hetzelfde natuurlijk. Geen dag is hetzelfde.